staan tijd voor de opbouw van de tentoonstelling Paper, Scissors and Stone. We zijn het project ooit gestart en daar zat een installatie in die we gemakkelijkheidshalve een soort rechte lijn hebben genoemd. Die zat van een begin in de tentoonstelling. Die is er nooit uitgevallen. Wat betekent eigenlijk dat werk voor u? Die lijn bestaat uit een aantal objecten die eigen zijn aan mijn praktijk. Objecten die eigenlijk een alfabet vormen van vormen die ik gebruik. Zoals een palet, een rek, een museumkast, een kruk. Eigenlijk allemaal vormen die ik op een of andere manier gebruik. Ik plaats hier de lijnopstelling omdat de ruimte mij er ergens toe dwingt om dat zo te doen. Het is een heel langgerekte ruimte. Meer nog, op het einde van de gang wordt er ook een spiegel geplaatst, waardoor dat die lijn nog eens verdubbelt en ook de ruimte. Er zitten ook heel duidelijke verwijzingen naar kunstenaars, waar dat je eigenlijk veel van gaat lenen en dat dan ook gebruikt. Dat is iets wat wel meer voorkomt bij u. Onder andere wat Brancusi en Duchamp hebben gedaan, vind ik eigenlijk heel interessant. Zowel op materiaalgebied als ook conceptueel. Dat was heel vernieuwend wat er toen gebeurde. En wat ik eigenlijk probeer is daar iets minimaal aan toe te voegen, waardoor dat een nieuwe interpretatie eigenlijk krijgt. Of waardoor dat terug heel hedendaags wordt, voor mij toch natuurlijk. Dat spel met de kunst spelen zat ook eigenlijk al meteen in de eerste werktitel. Ik weet dat je toen de Grand Tour hebt gebruikt. Je wilde eigenlijk een soort wandeling in het gebouw creëren. Dat was heel belangrijk bij aanvang. Ja, ik vind sowieso heel belangrijk hoe dat een publiek een tentoonstelling bezoekt. Welke werken ze eerst zien, welke werken ze laatst zien. Daarnaast is het natuurlijk ook mijn eerste grote overzichtstentoonstelling of solo-tentoonstelling. Dan wil ik ook zoveel mogelijk facetten van het werk aan bod laten komen. Dus een Grand Tour was eigenlijk ook een heel goed startpunt, vond ik. Een wandeling door het werk van in de leefwereld van Leon Frank. Inderdaad, een soort verkenningstocht, zoals vroeger ook gebeurde door de Engelse aristocraten die dan naar Italië of Griekenland trokken om daar de antieke kunst te gaan bekijken. Zo heb ik eigenlijk het begin van deze tentoonstelling opgevat ook. Snel daarna komt je hier toe met een nieuwe benadering of een waar dat The Beauty of Painting, een videowerk dat dat u eigenlijk inspireerde om het tentoonstellingsconcept eens in vraag te stellen. En ja. Op dat moment gebeurt er weer iets anders. Die film heb ik eigenlijk heel graag gemaakt en is ook, vind ik zelf, belangrijk in het oeuvre dat ik tot nu toe bij elkaar gemaakt heb. Omdat het een heel duidelijke verwijzing is naar schilderkunst, maar ook naar sculptuur. Daarom is dat ook zo'n belangrijk werk voor mij. En dat leek me ook een heel goede aanzet om toch nog altijd die Grand Tour door het gebouw te laten gebeuren, maar te verweven met schilderkunst, sculptuur. Dus eigenlijk komt het op hetzelfde, zou het ongeveer op hetzelfde neerkomen. Denk ik. Je beschouwt jezelf als een schilder die sculpturen maakt en installaties bouwt? Onder andere, ja. Ik beschouw mij als iemand die van alles probeert te doen. Niet altijd in alles even goed lukt, maar ik wil mijn eigen niet bestempelen als beeldhouwer, schilder of ik wil dat vooral open houden en mezelf de mogelijkheid geven om het werk alle kanten op te laten gaan. We hebben al samen een aantal werken gemaakt. Eentje in de publieke ruimte, semi-publieke ruimte. Hier is ooit ook een video gepresenteerd geweest in Z33.
En die publieke ruimte, daar heb je verschillende werken in het verleden gemaakt, maar nu wou je, of had ik het gevoel, moest die publieke ruimte ook zo eens in het gebouw binnenkomen. De fontein, is een werk dat vorig jaar is gemaakt geweest in, voor het Middelheim, voor een tentoonstelling daar. En die komt nu in één keer binnen. Ja. Natuurlijk, in het Middelheim zag het er anders uit. Er was een stelling rondom gebouwd. Mensen konden het werk beklimmen. Stond in een buitenomgeving. Het gaat mij meer om de transparantie en de beweging van die lijn. Niet zozeer over het feit dat het een fontein is. En het is natuurlijk heel ingrijpend. Maar het gaat eerder om die fijnheid van die transparante en constant bewegende verticale lijn. Bij zo'n fontein en bij water, natuurelementen, is toeval, spel, dat zit daar helemaal in vervat. Chaos, speltheorie, paper, scissors and stone, het vat het ook samen. Zijn je daar ook heel veel mee bezig of is dat dan de derde laag die aan de tentoonstelling is toegevoegd? Wel, het ziet er misschien zo uit alsof er veel toeval aan te pas is gekomen, maar eigenlijk is alles tot het einde gepland. Maar ik denk heel hard na over het proces van hoe dat bezoekers een tentoonstelling bekijken. De manier hoe dat ik zelf vaak in mijn atelier met mijn werk omga, is als een spel soms. Met ook veel verwondering of zo. En dat is ook de manier hoe dat ik deze tentoonstelling wil maken. Spelen met uw alfabet? Inderdaad, en het publiek ook een aantal verschillende facetten van mijn praktijk laten zien. Natuurlijk is Paper, Scissors, Stone een spel dat ik vroeger ook als kind speelde. En dan werd er altijd een soort spanning opgebouwd met iets heel eenvoudigs, gewoon lichaamsdelen. Dus iedereen kon dat meespelen. En eigenlijk gaat de tentoonstelling daar ook voor een deel over, dat iedereen dit kan begrijpen, dit ook kan volgen. En dat er ook een soort spanning in de tentoonstelling zit, hoop ik. Je hebt ook een hele reeks beelden gecreëerd, speciaal voor de tentoonstelling, een hele reeks. Het is een nieuwsoortig werk. Hoe passen die eigenlijk in je huiver? Het gaat veel over materialen en hoe dat die in beeld worden gebracht. Er zijn een aantal werken bijvoorbeeld die spelen met het idee van is het een foto, is het een tekening. Het onderwerp natuurlijk. Het zijn vrij minimale beelden. Wat zien we? Een heel eenvoudige steen, die ook een cirkel zou kunnen zijn. Een geplooid papier, een bakstenen muur waar het sneeuw in zit. Misschien een staande wijze naar fontana's. Dat soort insteken zijn voor mij zelf heel fijn om te gebruiken. Ik vind het zelf niet zo nieuw, hè, maar ik kan mij voorstellen dat iemand anders dat wel vindt. Zoals de fontein die ik vorig jaar in Middelheim gemaakt heb, ook heel nieuw vond en niet onmiddellijk vond passen binnen hetgeen wat ik al gedaan had. Maar nogmaals, dat is eigenlijk hetgeen wat ik wil doen. Mijn publiek verrassen, maar ook mijzelf.